Hi dames en heren, zijn we weer bij een nieuw geven en nemen op de donderdag. Ik ben hier gezamenlijk met www.dagxd.nl. Milan Knol met zijn behaarde shirt. Ja, nee, dat is niet behaard, dat is Pip. Dat heet een hond hebben, dan heb je allemaal van die kleine kuthaartjes. Ik dacht, dan ben je op zoek geweest naar Bigfoot of zo. Ja, maar even serieus, ik heb deze net uit de was gehaald en het is gewoon... Maar rolt Pip door de was heen? Nee, maar... Vorige was! Dan gaat hij erin rollen. Nee, maar dat vliegt gewoon, de haren. Hè? Dat vliegt door het hele huis. Je ziet ze vliegen. Yeah. We gaan weer spulletjes aan elkaar geven. Ik heet trouwens Milan Knol. Trouwens. Ik had je voorgesteld. Nee hoor. Ik had je niet voorgesteld. De producten in deze video worden mede mogelijk gemaakt door gadgethouse.nl. Dankjewel voor de ProDunkies. Logootje. Top. Dat is een mooi nieuw logo. Ja, dat is mooi. Ja. Was die nieuw? Ja, dat is nieuw logo. Oké, dat is mooi nieuw logo. Het is mijn kanaal. Nou ja, ik wil dat jij iets aan mij geeft. Echt? Ja, ik eis dat jij iets aan mij geeft. Nou, hier, de sleutels van mijn huis. Mijn wijf ligt in de bed. Nou. Ik heb een... Jezus! Ja, rustig nou eens even, man. Ik heb een cadeau voor je meegenomen. Ja. En ik heb hem al geprobeerd uit te pakken, maar ik heb het gewoon halfwege opgegeven. Okay. Dus je mag de rest doen. Oh, top. En dit is... Je weet hoe snel ik dingen uitpak, hè? Oh ja. Nee, ik ben daar wat... Moet je een mensie hebben? Mensie? Nee, het is niet nodig. Kijk eens even. Kijk eens even. Het is... Metaalman! Metaalman. Ja, heb ik voor jou speciaal laten maken. Je kan gewoon je eigen woordding erop zetten wat je wil. Oké. Okay. Dus moet je hem naar de camera toch laten zien. Je hebt hem al laten zien, maar dat is toch ook een camera? Zo'n e-camera. Metaalman. Wat doet het je aan denken? Want ik heb hierna nog iets natuurlijk. Ja, het doet me denken aan een straatnaambordje. Maar metaalman, heb ik iets met metaal gedaan? Ik probeer een metaalreferentie te zoeken van wat ik heb gedaan, maar... Ja. Ik dacht, we gaan leuk naar buiten, maar het is 1:30 s'nachts of 2:00 s'nachts dat we dit opnemen. 2:00, ja. Dus dat is best lastig. YouTube leef. Doe er vooral aan mee. YouTube is leuk. Ik dacht, dit past er wel bij. What the fuck is dit? Een metaaldetector. Metaal, man. Metaaldetector. Dus ik dacht, ga je de straat op als metaalman? Met mijn metaaldetector. Met je eigen metaaldetector. Nou, hey. Dat kon niet leuker, dacht ik. Ik dacht eerst dat ik metaalmeneer had, maar blijkbaar niet. Of ze hebben het verward. Oké, okay, nou wacht, ik moet hem zo... Oké, okay, dus kan ik hem ook nog uitschuiven? Want ja, als ik zo ga lopen, dan krijg ik spontaan een hernia van. Maar ik mag hopen, kijk, dit manneke hier... Dit is overigens ook een totaal andere metaaldetector op het plaatje dan dat dit het is. Oh ja, klopt. Beetje valse advertising hier hoor, want dit is echt voor een joch. Ja. Of voor zo'n omaatje in Turkije of zo. Nee, dat is no joke. Ik was eens een keer op vakantie in Turkije en dan liep ik, alle oude vrouwtjes die liepen zo. En ik zei van mama, waarom is dat zo? En toen zag ik de bezem waarmee ze veegden. Nou, dat was zo lang, het was nog korter dan dit. Gaan ze zo dingen vegen? Ja, vind je logisch dat je gewoon nog krommer dan Notre-Dame bent? Nou ja, ja, er zit, hij kan niet langer. Dus, er moet wel batterij in, denk ik. Er moet wel batterij in. Ja, hè? 9 volt. Yep. Oh, maar dit is wel een hele andere hoor. 9 volt. Jezus, 6LRE61P. Nou, voor mij hebben ze die niet meegeleverd. Heb ik weer een ding gegeven wat weer niet kan? Oh, dat doet me ook ergens aan denken aan dingen die ik geef die ook niet kan. Ja, dat hebben we wel eens vaker, hè? Ja. Ja, maar dat kan je van tevoren nooit echt weten. Dus ja, er moet een grote batterij in. Nou, dan gaan wij nog een keer metaal detectoren. Nou, we hebben dus geen goede batterij, sorry. Nee, we hebben allerlei batterijen. Behalve die, ja. Ja, dat vind ik wel vervelend. Ik ben metaalman. Met mijn detector. Dat was hem. Nou, top. Alsjeblieft. Ja. Maar deze kan ik wel lekker ophangen in mijn huis, waar ik niks ophang. ik heb een cadeautje voor jou. Ben je moe? Nee, ik het had is gewoon, al laat. Ik baal gewoon van het feit dat ik weer iets geef wat kut is. En het spijt me. Maakt niet uit.
Over elektronische apparaten gesproken van enig formaat. Deze woordkeuze ook weer, dit is ongelooflijk. Over elektronische woordkeuze van enig formaat. Newton ESMC 335. Wow! Robot. Silverlit robot. Programmabot. Yeah, your first programmable humanoid. Are you kidding me, bro? Dit is cool, man. Hij kan zelfs objecten vasthouden. Yeah. Hij hoort geluid. Yeah. Hij is een room guard. Yeah. Dus een bewaker. Yeah. Maar hij kan zelfs voetballen. Ja, en daar had ik hem eigenlijk voor gehaald. Ik zag van, Gadgethuis, die moet ik hebben. Milan heeft vroeger al gevoetbald. Wil vast een maatje mee hebben. Ja, weet je, ik hou van technologie. En ik vind het enorm leuk dat je dit aan mij hebt gegeven. Technologie. Alles verbetert qua technologie behalve batterijen. Die blijven altijd hetzelfde. Waarom verzinnen ze daar niet iets op? Hoe gaat dit nou weer dicht? Batterijen zitten erin. Ja. Moment of trut. You can put it off on. On. Zo, geluidjes. Oh, je laat hem opvallen. Jezus, jezus. Ho, jezus. Stop, wacht. Ho, stop. Stop! Gozer, wat de fuck doet hij? Hoe? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Sound detection. Wait until program or bot stop moving. Clap your hands or make a loud noise. Oh, wat een lullo ook dit, hè. Henk, hou even op. Wat doet hij? Ja, zet hem anders op iets anders. Stop, stop. Stop. Ik heb geen idee wat ik allemaal doen en weet ik veel. Wat heb je gedaan? Oké, je hebt hem uitgezet. Oké. Okay. Program function, wait until program a bot stop moving. Ja, mooi Engels. Ja, oké, dus als ik nu dit doe. Press the go key to exit. Hij zal hem opwakken. Je houdt hem ook gewoon niet tegen. Nou, dat was echt leuk. Ja, hij flasht. Hij is nu in room guard mode. Oké. Okay. En als er objecten voor hem staan, geluiden zijn of beweging, gaat hij reageren. Next. Ik weet ook niet wat ik hiervan moet vinden. Oké. Okay. Nou, weet je nog ik ga je nu een cadeau geven. Ja, mooie zinsopbouw. Ja, dat is hoe ik mijn verhaal begin. Oké. Okay. Weet je nog gisteren toen... ik heb zin om rood. Maar nee, even serieus. Weet je nog dat ik jou zo'n ding had gegeven waar je muziek mee kon maken? Zo'n draaiertje. Ja. Ja. Ik kom vast. Ja, dat vond je leuk, hè? Ja, dat was geweldig. Ja, nou, geweldig is overdreven. Ja, okay, maar even serieus, was leuk, hè? Ja, was wel leuk. Ja, en er was nog een ander ding waar je ook muziek mee kon maken. Toen moest je met drumsticks. Oh, die elektronische drumsticks. Ja, ja, dat ging ook heel goed, hè? Oh, dat ging geweldig. Ja, nou heb ik de beste uitvinding voor je. Piano gloves? Dat dacht ik. Serieus? Dat dacht ik. Each fingertip plays a different note. Ja. Enige ding is... Dat wat? Ik heb geen batterij. Nee, ik heb de verkeerde batterij. Nee, vier keer AAA. Ja. Not included. Ja, heb ik. Oh, maar dit kan best wel tof zijn. Ik ben geen pianotalent, overigens. Ik ook niet. Noten lezen. Maar aangezien, ja, ik weet niet. Ik vind hoe jij muziek maakt, vind ik altijd wel leuk om te zien. Dus dan leek het mij wel geinig om jou gewoon verschillende soorten nieuwe technologieën met muziek te zien, weet je wel. Ik bedoel, in de aflevering op Dagelijkse D heb ik ook al iets van muziek gegeven. Link zit in de beschrijving. Dus ik dacht misschien nu ook. Is de handschoen te klein? Ik denk dat hij een beetje te klein is. Maar we gaan erachter komen. Ah, dat maakt niet uit, joh. Nou, kom hier met dat ding. Lock. Wat lock?
Wat is lock? Ik weet niet. Dat hij op slot zit. Tada. Maar hij valt niet een kant op te duwen. Hey, ja, je lijkt een beetje op Mickey Mouse, man. Of eigenlijk alleen met deze. Ja. Is dat je enige commentaar? Pinty. Kijk, de microfoon die pakt dat niet op. Maar van afstand, ik hoor gewoon echt zo'n gefluit. Oh, kut. Pinty. Hey, Don, ik heb een probleem. Hij is niet. Het was niet de bedoeling. Ik heb hem gesloopt. Nou, maar kan je het kapje er nu afhalen? Ja, dat wel. Ja, kijk, dan boeit het niet. Kijk, hoezo dan boeit het niet? We hebben gewoon een heel deel ding gesloopt. Weet je hoe mooi dat had kunnen zijn, of kan zijn, of is? Dus, ik druk even op toe. Jezus Christus, what the fuck? Oké, maar dus... Op tafel? Ja, maar dat gaat een beetje tegen het punt. Hij is ook niet aan. Hij is wel aan. Maar waarom? Tempo. Demo. Mooi gespeeld. Ik werd er spontaan depressief van. Dan hebben we hier nog toon, rhythm. Oh, moet het zo? Huh? Really? Huh? Dat is echt kut, want ik ga krampen. Leuk, hè? Mijn muziek zien maken. Zet hem even op stop. Ja, ik kan mijn duim dan geen eens doen. Kijk, dit is vandaar. Het verder hoeren, dit ding is zo hard. Even wat zachter, hoor. Ja, oké. Okay. Hoor dit. Let op. Let's go! Er gebeurt geen ene moer! Oh, wacht. De klapperwangen is nog leuker dan dit. Mag ik eens proberen? Ik denk niet dat jij helemaal snapt hoe het moet. Ik zag je eentje drukken en die hoorde ik niet. Waarom kun jij het zo... Oké, het is wel een applausje waard. Ja, je deed het vele malen beter dan ik. Ja. Maar alles gaat nu met de sound effect. Ja, ik ga even iets pakken. Stop. Wacht nog één keer. Ook dat deed niet! Nee, ik heb hem net op tijd uitgezet. Waarom kan jij dit soort dingen niet? Ik weet het niet. Je moet voelen. Je voelt hier zo'n schijfje. Ja, ik denk dat ik gewoon niet muzikaal genoeg ingesteld ben. Die moet je pakken. Dat schijfje moet je pakken. Dus je moet het een beetje schuin doen. Ik denk dat jij gewoon te scheve handen hebt, zoals een fucking ork. Ja, misschien dat ik het wel verkeerd vast had. Kijk, dan doet hij het niet. Ja. Hij is ook uit, trouwens. Nee, dan doet hij het sowieso niet.
Maar ja, ik vind het echt fantastisch. Dus ik heb hem eigenlijk weer gehaald voor mezelf. Ja, nee, top. Goed om te weten dat hij ook spullen is voor mij haalt. Deze... Oh, zal ik even het volgende cadeau pakken? Nee, er hoort nog wat bij. Oh, er hoort er nog wat bij. Ja. Nou, zet dat tyfus ding eens nou eens even uit. Ik versta me, ik kan mezelf geen eens horen denken. Het is een party, hè? Een party! En een Hoppenrijder 2.0. Ik vraag me af wat er met 1.0 is gebeurd. 1.0 is denk ik uitverkocht. Of de minder populaire versie. Oké. Eigenlijk was het zeg maar een beetje met voorbedachte raden. Oké. Als in hoe dat zeg maar zou moeten werken. Het zit namelijk zo. Je gooit weer de instructies weg. Hoor je stoppen met de instructies weggooien? Er zijn geen eens instructies. De hele fucking tijd doe je dat. Elke aflevering gooi je instructies weg. Er zijn geen instructies. Daar moet je even mee kappen. Er zijn geen instructies. Er zijn wel instructies. Waar zijn de instructies? Ik ga ze nu zoeken. Kijk. Hier staat het op. Wat doe jij nou weer? Dat hoort niet zo. Oh. Kijk. Dit is de bedoeling. Au. Kijk, jij doet hem aan je been vast. Je doet hem aan je been vast. Beentie, paantie, hè. Gelukkig heb je van die goede... Kippenpootjes. Dikke benen. Ik hou hem wel vast voor je. Oké. Okay. Nou, top. Ja? Daar hou hem wel zo vast. En dan moet iemand op jou gaan zitten paardrijden. En dan dacht ik, nou ja, hoe leuk is dat? Als een knol een knol bereidt. Als een knol een knol bereidt, inderdaad. Kijk, ja, let op. Kom er eens even lekker bij kom zitten. Kom ik zo gewoon hier op je knietje zitten. Wacht. Zendertje zit in die broekzak. Kijk, en dan ga ik voorzichtig zo zitten, zo. En dan... Kijk. Humble party. Nee, het hobbelpaard. Ja, maar wat maakt een hobbelpaard nee, voor... Nee, het hobbelpaard. Ja, dat je moet het nummer moet je doen. Op, nee, ik ken het nummer niet. Jezus. Daarom dacht ik, je speelt met pianohanden, maar... Nee. Wacht. Ben ik vele malen ouder dan jullie? Dat is hem niet. Oh, dat is de wielen van de bus. De wielen van de hobbelpaard gaan rond en rond. Waarom hij... Berend hobbelpaard ging uithobbelen. Waarom doe hij... Nou, we doen maar deze. Ja, oh, voor wie ginds komt de stoomboot. Leuk, hè? Ja, oh, geweldig. Dat noemen we team... Teambuilding? Teambuilding. Ja. Wat ik eigenlijk voelde was gewoon je reet op een been. Was er geen building aan. Ja, maar dat is pas leuk. Oh, nou joh, genieten. Zal ik jou dan weer... Ik ga jou een cadeautje geven. Ik weet dat je heel erg ervan houdt om met je handen te werken. Weet niet. Ligt eraan. Ik denk... Ik heb er geen onderbouwing voor. Dit is hem. Dankjewel, een groene doos. Het is een vogelhuisje. Een schilder zelf nestkast. Ja. Nou, oké, ik zal je het positieve en het negatieve van dit cadeau meteen vertellen. Positief. Positief is, mijn opa is gek op vogels. Kijk. Dus die zal het heel leuk vinden als ik een vogelhuisje maak voor hem. Mm-hmm. Zelf geschilderd op een 25e. En dan aan mijn opa van 77 geef. Ja. Wanneer is hij jarig? Juni. Je hebt nog even de tijd. Ja, maar ik ga natuurlijk niet wachten tot juni. Nee, oké. Okay. Negatieve ding is echter dat ik een ramp ben in schilderen? Knutselen, schilderen, tekenen, fotosoep.
Ik ben creatief op een andere manier, zeg maar. Ja, ik kan nog goed herinneren dat ik had een tekenlerares op school. En die mocht mij al niet echt. Maar kun je kappen met een gehobbel de hele tijd? De hele bank trilt, irritant. En die hobbel... die hobbel, mevrouw. Jezus. Dat komt echt door jouw hobbel uit. Oké, okay, ga verder. Die mevrouw, dat was teken mevrouw. En ik was echt nooit mijn best aan het doen in de klas. Dus ik kreeg altijd lage cijfers op mijn tekenwerken. Okay. 2, 3, noem maar op. Op een dag werd ik wakker en ik dacht, oké, vandaag heb ik tekenles. Ik ga fucking hard mijn best doen. Ja. Dus heel hard mijn best gedaan tijdens die tekenles. 2 uur lang moesten we iets schilderen of iets maken. Ik weet niet meer precies wat. Vet erg mijn best gedaan. Dan denk ik van, dan kan ik eindelijk een keer thuiskomen bij mijn moeder met een hoog cijfer voor tekenen. Mm-hmm. Maar mijn moeder vond het nooit erg, namelijk dat ik een 2 had voor tekenen. Maar die zei van, ja, maar tekenen is smaak. Ik zie ook mensen 2 streepjes maken op papier en dan is het ook kunst. Dus boeien, fuck haar, weet je wel zo. Ja, niet dat, maar je snapt me. Mm-hmm. Dus ik vet mijn best doen, kom ik bij die vrouw aan, zegt die vrouw, ja, zoals eigenlijk altijd, hè? 4. Vanaf dat moment dacht ik, laat maar zitten, dus niet voor mij weggelegd. Nooit meer wat gedaan. Ik kwam thuis met mijn moeder, ik zei, ik heb 4. Mijn moeder lachte me uit en zei van, goed gedaan Milan, ik vind het 10 waard. Dat was mijn verhaal. Geen clue, geen niks. Echt totaal niet boeiend. Hey, ik moet moraal van het verhaal... is er niet. Doe niet je best, want je krijgt toch 4. Maar je moeder is trots op je. Ja, voor tekenen. Jezus, man. Niet voor aardrijkskunde of zo. Dan moet je wel je best doen. Was je wel goed in aardrijkskunde? Ja. Ik moet wel water hebben en een glas. Glas? Of een kompie. Oh. Ja, maar nu is het Stanley misbelauw. Wat een kut idee. Ja, Jer. Dat is echt niet chill. Waarom doe ik dit ook? Waarom voer ik dat uit? Daarom was ik altijd een lul ook op school. Dan zei iemand tegen mij, ja, dat is een goed idee. En dan deed ik dat en dan gingen ze lachen en dan was ik weer de lul. Ja, dag. Dat is gewoon een klodder. Dat is gewoon een klodder. Dat meen je niet. Maak het eens nat. Misschien dat het werkt. Het is gewoon een pudding. Ah, hier, je kwast is wel blauw. Maar probeer het eens. Sorry, maar dit is geen verf. Nee, ik zweer het je, het wordt er niet beter op. Nee, maar de kwast dat huisje is gewoon een zonde. Nou, dat is letterlijk... Nou, zijn we niet met z'n allen gezellig bezig? Lekker creatief bezig met de piano-hanties, de hondbompa-hanties, de schilderkwanties... Kom, we gaan boterkaas en eieren doen. Nee, dat moet niet zo. Dat is toch een verkeerde... Hoe moet dat dan? Moet het toch als een hekje. Oh. Zo? Ja, en dan nog even... Ja, zo. Ja. Oké. Okay. Mag ik eerst? Ja. Oké, okay, ik doe... kruisje in het midden. Kruisje in het midden? Ja. Doe ik een rondje aan de zijkant. Oké. Okay. Eigenlijk even een andere kleur, maar ja... Kruisje, boeien. Kruisje. Oké, okay, dan doe ik hier een rondje, ja? Want anders heb jij meteen al klavertje 4. Oké, voor de klavers. Zo. Nou, dan doe ik hem hier. Ja, dit wordt echt zo'n gelijkspel, dat ja, weet ik nee, nu. Maar dat zal je opa leuk vinden, gelijkspel. Want dan is iedereen blij en niemand is boos. Oké, okay, en dan doe ik deze... Ja. Hey, joh, ik laat jou even winnen, dan doe ik hem daar. Ik ben de winnaar. Uiteindelijk kan je het gewoon tegen je opa zeggen. Kijk opa, ik ben het kruisje. Goed zo, Milo, ik ben trots op je. Ja. Nou, maar even serieus. Kunst. De blauw is nu al op. Geen grap. En we hebben alleen maar een dankie. Ja, hier. We hebben alleen maar het dak. Nou, op is ook een groot begrip. Nee. Hij is wel op. Kijk, als ik nu... Die wil je niet meer hebben. 5 barkie als je drinkt. Oké, dit is het laatste beetje. Maar dit is geen verf. Nee, ik weet ook niet wat het is. Hier. Nou, opa, ik heb een huisje voor je gemaakt. Kwast krijg je erbij, kun je nog zelf verf. Ja, kan je nog even door. Dat is heel handig, je kunt hem zo weer aanplakken. Ja, nou, leuk cadeau. Ja, oké. Okay. Dames en heren, dat waren de cadeautjes voor deze keer. Ik heb er een knol, een bordje en een... ik wilde zeggen een leugendetector aan overgehouden. Mag even checken dan. Mijn pik Dom. Is 25 centimeter.
Nou, in ieder geval, ik ga het erbij afsluiten. Dames en heren, vond je het een leuke video? Dan mag je een duimpje omhoog doen. Check de aflevering op Milan zijn kanaal. Linkje staat in de beschrijving. Jeremy, bedankt voor het filmen. Wil je een duimpje omhoog doen, Jer? Welkom op mijn kanaal. bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Check de aflevering op Dagelijkse D. Dat had ik al gezegd. Had je al gezegd www.dagelijksed.nl? Dat nog niet. Haal het nu. En www.knompiepaanti.nl. En even serieus, een leuk feitje. De kwast hangt nog steeds. Ja, hij hangt nog steeds. Het slaat nergens op. Oké. Okay. Je map hem niet op z'n oog. Bedankt voor het kijken. Doei.